Deze nieuwsuitzending gaat over Martin Heidegger. Martin Heidegger is een filosoof. En dit is gewoon zijn internet Wikipedia pagina. Daar kan je alle details opzoeken. Hij was een collega van Karl Jaspers. Karl Jaspers heb ik ergens in 2003 heb ik zijn boek gelezen. En Heidegger heb ik daarna gelezen. En Karl Jaspers die zag die katholieke paus eraan komen met een nazi-dom. En hier gaat het eigenlijk om. Zo even een beetje uitvergroten. Karl Jaspers die heeft tegen Martin Heidegger gezegd van ik ga de kuierlatten nemen. En Martin Heidegger die zei ik niet. Hij zag de... Van hem is de mooie uitspraak van nou, die hele Tweede Wereldoorlog. Dat is alleen maar het gevolg van de automatisering van de landbouw. De mechanisering moet ik zeggen. De mechanisering van de landbouw. Daar heeft hij toch gewoon gelijk in gehad. Zo was het toch. Je had al die jonge jongens. En voor die tijd konden die jonge jongens en masse de deur uit om bieten te gaan rooien. Nou, toen kregen ze een bietenrooimachine. Ja, en die jongens zitten allemaal thuis bij moeder. Wat doen ze dan? Ja, rottigheid uitvreten natuurlijk. Nou, dan kan je net zo goed een oorlog beginnen. Ja, natuurlijk is dat op de grens. Hij is toch ook filosoof? Kom op. Hij is geen... hij is niet een Bible-believing Christian geweest. Bij mij weten niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij slecht was. En hij heeft dus achteraf gezegd, want hier staat dan, ik zal het even voorlezen. Heidegger is a controversial figure, largely for his affiliation with Nazism. As rector of the University of Freiburg for 11 months before his resignation in April 1934. Nou, toen was hij al weg. Nou zeg. For which he neither apologized nor publicly expressed regret. En dan zat erachter. Although in private he called it the biggest stupidity of his life. Die grootste domheid zijns levens. Ja, wat staat hier nou eigenlijk? Hier. Ja, in privé heeft hij het gezegd. Ja. Dan heeft hij toch gezegd. Als hij het privé had gezegd, hoe kan Wikipedia dat dan weten? Want hij heeft een mp3'tje achtergelaten. En dat hebben we gevonden. Oh, ja joh. Martin Heidegger, dat was een ongelooflijk goede denker. Mijn dochter, mijn kind, ongelooflijk serieus altijd. En dan, als ze dan naar stomme Disney filmpjes keek, dan moest ze af en toe grinniken. Hè? Maar dat was het dan. Ja. En als ze een leuk bloemetje zag, dan zei ze, oh, wat een leuk bloemetje. Ja, maar, en dan had ze ook al een glimlach. Ja. Maar dat was het dan. En voor de rest altijd wel heel erg observerend. Ja, dan ging ik haar voorlezen uit de Martin Toonder. En zei ze, oh pap, wat een leuk verhaal. En dan zag ik ook een glimlach. Hè? Maar dat was een glimlach. Hè? En die oogjes zo naar die tekeningetjes kijken van Martin Toonder. Nou, geinig hoor. Ik heb haar voorgelezen van de chameleon. Ja,
vond ze echt wel, ja, we zullen af en toe een beetje, ja, een beetje, zoiets als dat, hè. En voor de rest altijd zo heel serieus. Nou, toen was op een dag, was haar, haar moeder, die was van de deur uit, dus, ja, die ging heel vaak de deur uit, dat doet er ook helemaal niet toe. En dat was een mooie zomeravond, hè. En ik had dus net een boekje van Martin Heidegger in handen gekregen. In de boekhandel gevonden. Dat kostte 10 euro. Dat kost je ook helemaal niks. Dat boekje dat heette De Grond der Waarheid. Of De Grond van de Grond. Echt. En ik zat er op te kauwen. Net als van het gedroogde varkensvlees. Of stokvis. Ik was dus bezig om echt zin voor zin te gaan begrijpen. En ze moest naar bed. En dan zei ik, kind, zal ik je even een stukje Martin Heidegger voorlezen? Oh, zei ze. Het was toen 6 of 7 of zo. Nou, en ik begin dus met die gewoon de Einleitung. In het Nederlands was het gewoon de inleiding. Maar vertaald uit het Duits. En ik ga erover voor beginnen. En Nina, dat is mijn kind, die zat heel geïnteresseerd te luisteren. En ik zag haar oren als het ware naar voren komen van, dit is bijzondere taal zeg. Dit gaat echt ergens over. Maar waar gaat het eigenlijk over? En toen met de derde zin, toen begon ze te lachen. En ik zo, nou dat maakt me niet uit. Ik lees gewoon lekker door. En toen heeft ze dus echt, ik was toen maar halverwege de inleidingen. En toen had ze dus, toen lag ze dus echt als in de foetushouding. Met de beide armen om haar buik. En de knieën helemaal omhoog getrokken. En ze smeekte me van, alsjeblieft pap, stop met voorlezen. Want ik hou dit niet vol. Oh, het heeft dat kind gelachen, ze. Die brak echt in tweeën. De hele hersenen gingen gewoon naar flarden. Want dan begint Heidegger. Hij is echt een taalkunstenaar, hoor. Maar die flikkert er wat woorden in. En dan denk je, oh, ik begrijp het. Ja. En dan nog een paar woorden erachteraan. Dan denk je, maar ik denk dat ik het nog steeds begrijp. En dan komt hij met zijn derde zin. Dan denk je, nee, ik heb alles fout gehad. Ja. Ja, dat is Heidegger. En nu eventjes naar het geloof toe. Heidegger heeft een werk geschreven. Dat heet Zijn en Tijd. Dat is erg ingewikkeld. Dus hoef voor mij niet te gaan lezen. Maar het zijn twee verschillende dingen. Je hebt zijn en je hebt tijd. Dat is wat je aan de werkelijkheid kan zien. Dus Martin Heidegger is niet een theosoof of een priestergelover of zo. Die man die... Oh, hij woonde trouwens samen met een Joodse vrouw. Hannah Arendt. Je kan hem moeilijk een antisemiet noemen, want hij had een Joodse vrouw. Daar heb je het over. Maar Heidegger in zijn werk Zijn und Zeit. Zijn en tijd bij stilstaan is je da-zijn. Dat is een term die is niet zo makkelijk te vertalen op zijn Nederlands, maar ik zou zeggen er zijn. In het Engels heet het being there. Zijn waar je bent. Dat is ook waar Krishnamurti het over had. In een vorige uitzending heb ik het erover gehad, over Krishnamurti, of de een korte geschiedenis van Nederland. Daarin bespreek ik Krishnamurti. Die heeft het er ook over. Je moet zijn waar je bent. Of je bent ergens anders. En wees daar eerlijk in. Als jij op een feest bent. Hè, en, ja, je hebt een ontstoken kies.
Dan moet je gewoon zeggen tegen de gasten, de andere gasten, van ja, ik ben bij mijn ontstoken kies. Of je komt op een feest en je vriendin is er vandoor. Dan moet je dat ook gewoon zeggen. Ik ben niet echt hier, want mijn vriendin, ik ben daar waar mijn vriendin vandoor is. Heb je een bepaalde mate van afwezigheid. Had ik laatst een gesprek met een moeder. Die was 30 of 40, ja, 30 jaar jonger dan ik, zoiets. Ja, zo ongeveer zo. En zij had het over dat mobieltjes gebruik. En zij was daar erg op tegen. En ik zei tegen haar, ja, ik ben toch een stuk ouder dan zij, dus ik vind wel dat ik eigenwijs mag doen. Ik zei tegen haar, nee, daar moet je niet op tegen zijn. Want mensen zijn graag verdwaasd. Ze zijn graag elders. En dat is voor die mensen om tot rust te komen. Je kan gewoon in het café gaan zitten met je iPad. En dan ben je dus aan het scrabbelen met iemand in Australië. En je bent in dat café. Je bent dus eigenlijk nergens. En je komt tot een soort van afwezigheidsdepressieve rust. Als het maar duidelijk is dat jij elders bent, dan ben je eerlijk naar jezelf. En Heidegger over tijd. Ik heb Heidegger niet helemaal gelezen hoor. Maar hij zei dus duidelijk. Dat je dus als je op straat loopt. Dan ben je dus. Ja. Ben je daar waar je loopt. Of ben je daar waar je naartoe loopt. Dat zijn twee keuzes. En dan naar Jezus toe. Jezus was een hele aanwezige. Die was precies daar waar hij was. En Heidegger heeft niet Jezus geprezen. Dat was een taalkundige. En die komt tot dezelfde conclusie. En ja, voor sommige mensen die vinden het dan vervelend dat het een Duitser was. Ja, ik niet. Ik heb nog nooit zo'n mooie vakantie gehad als mijn vakanties meerdere in Duitsland. Ik hou natuurlijk ook wel van Zandvoort en zo. Kijk, being and time. Hè? Sein und Zeit. Daar zijn. Hij is beïnvloed door Husserl en Kierkegaard, die kent hem wel. Het is echt een hele mooie geschiedenis van ons denken. Dus het is niet van de Bijbel, helemaal niet. Maar het is niet tegen de Bijbel in. Wordt hier gezegd dat iets met de Vaticaan of zo. Nog na moeten kijken. Maar het is een interessante schrijver. En zijn ik heb een boekje van hem, een soort inleiding in de metafysica. Dat heb ik echt helemaal kapot gelezen. Een heerlijke afdwaling eigenlijk. Ja. Dat de wereld aan zich, de wereld op zichzelf, die is niet te begrijpen. Daar kan je alleen maar in volle verwondering naar kijken. Maar kijk dan een beetje geconcentreerd.
Ik was met de moeder van mijn kind. We reden terug vanuit Amsterdam. We zaten al in... ik ben inmiddels gescheiden. Al wel heel jarenlang gescheiden. Maar we waren toen net aan het scheiden. Of net ervoor. Het was echt heel kakelig. En dan kwamen we terug vanaf de A2. En dan moet je naar de A12 toe. En daar zit die bocht. En die vind ik erg lekker. Ik hou van autorijden. Daar zijn. Hè? Dus precies in de bocht zijn. Hè? Dus ik was bezig om die bocht gewoon als een Niki Lauda te gaan pakken. Want je mag daar 100. Ja, dus dan mag 110 mag ook. 120 op de teller mag ook. Dus ik zo lekker door die bocht heen. En zij was aan het kakelen. En ze was een anekdote aan het vertellen. En toen kwam letterlijk uit haar mond. En ik zei toen. Hé, ganzen! En ik was die bocht aan het nemen. En dan wil je niet botsen, hè? Want dan, ik had ook mijn kind was er ook in die auto. Wel doorrijden, maar niet met die blikken tegen elkaar aan. Hè? Dus ik zit zo de stuur gewoon goed op de weg te houden. En ik denk, dit kan niet. In jouw verhaal, dat ging over een plek. Dat was een anekdote ergens. Wat had ze meegemaakt in de stad of zo? Dus ik dacht, ganzen in de stad? Waar heb je het over? En ik vraag dus aan haar van, sorry, ik snap het niet meer. Waar kwamen die ganzen dan vandaan? En zij zo, nou, die komen nergens vandaan. Kijk maar naar links. En daar zitten ganzen. En dan keek je naar links. Ja, ik kan ook wel even naar links kijken. Weet je, je hebt toch je auto goed in de helling liggen en doorgassen. Dus ik met mijn hoofd naar links. Inderdaad, zeg, allemaal ganzen. Ja. En waar is zij dan op dat moment? Is zij bij mij in de auto? Is zij op die plek waarvan die anekdote was? Of is ze bij die ganzen? Je daar zijn. Dit is ter afsluiting. Van Christus Jezus is een hele mooie anekdote opgetekend. Dat hij weer eens aan het lopen was. En allerlei mensen die drommelden om hem heen. En die zaten allemaal op zijn schouder te kloppen. Van, ja man, Jezus Christus man, ben je goed bezig. En Jezus Christus maar een beetje doorschokken. Oh, ik ben op weg naar, weet ik wel, waar ik naartoe ging. Gaat er helemaal niet over. Bethlehem of zo. Jeruzalem. Meer van Galilea, zeg het maar. Doet er helemaal niet toe. En hij loopt dus. En al die mensen die kloppen hem op zijn schouder. En zeggen, hey man, we wandelen met je mee. En plotseling staat hij stil. En iedereen staat dus ook stil. En iedereen zegt, Jezus, wat is er aan de hand? En hij draait zich om en hij vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Jezus was daar. En zoals dat verhaal dan gaat, was er iemand die dan zei, dat was ik. Die biechten dat eerlijk op. En zo zit het leven in elkaar. Ook voor een hond. Je kan wel zeggen, ik wil het een kut leven als mens, een klote leven als mens. Ik wil de volgende keer een hond zijn. Oh ja, joh. Nou, honden zijn precies zo hoor. Honden weten het ook. Ik heb een pitbull terrier hier in huis gehad. Echt een hele zware van 45 kilo. Nou, die weet het ook wel. Daar kan ik gewoon tegen praten. Moet je gewoon weten welke klanken die hond begrijpt. Praat je gewoon tegen die hond. En die hond is net zo onderworpen als jij. En die moet ook daar zijn.
Wat nog een heel leuk, nou, dit is het allerlaatste, met zo'n leuk grapje. Er was een vrouw en die organiseerde jam sessies bij haar thuis. En ze had een hondje. En er was zo'n heel leuk beestje met van die krulletjes, zo'n krullenhondje, zo'n ruw haar. En daar was ik 2 keer geweest. En haar voordeurbel was kapot. Ja, dat was nooit een probleem. Want als er maar iemand... je hoefde maar naar die woning toe te lopen. En dan was je bij die voordeur. En dan begon het beestje al te keffen. Die was ongelooflijk kwaadaas zijn. Hè? Nou, ik was er al 2 keer geweest. En dat hondje had al op mijn schoot gezeten. En het was al helemaal pais en vree. En toen kom ik daar voor de 3e keer... Nou, de voordeurbel die deed het dus niet. En dat hondje sloeg helemaal niet aan. Had dat hondje, dat had een enorm dasein. En hij wist, oh, dat is Perry. Er is niks aan de hand. Dat wordt vast wel open gedaan. En ik bonsde op de deur. En die hond die sloeg helemaal niet aan. Nee, want die hond die was daar. Er waren daar. Ik zit de hele tijd te klooien met mijn aansteker. Tijd om af te sluiten. Dus dit ging erom, om het samen te vatten. Mensen, dit is ook met Jurre Kliesman heb ik het hier ook over gehad. En hij is een beetje douty. Je moet het profane niet mixen met het met de waarheid of dat heilige. Dat moet je niet doen. Dat klopt ook allemaal wel. En het is... bedoeld voor jullie, als je nog geen bijbelgelovende christen bent, ja, ga dan Heidegger lezen. En lees daarna dan Matthäus 6 en dan val je, en doe dat niet op een krukje, want dan val je echt stijl achterover. Dan denk je, shit the fuck. Had ik maar gewoon Matthäus 6 als eerste gelezen. Matthäus 7 of zo. Maar Martin Heidegger, die onderbouwt dat logisch. En dat is interessant. Mijn vrienden, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn Hamburgs zag ik tjus. En dank je wel, liefens.